middelbaar beroepsonderwijs leidt gediplomeerde vakmensen op die het fundament van onze samenleving vormen. Een hybride leeromgeving keert de bestaande opleidingspraktijk van het middelbaar beroepsonderwijs om. Het beroepsproces vormt de ruggengraat van het leerproces. Het levensechte beroepsproces met betekenisvolle werkprocessen van begin tot eind, productiedruk, echte klanten en samenwerking met diverse professionals van verschillende niveaus. Een hybride leeromgeving lijkt als twee druppels water op een werkplek in de beroepspraktijk. Er is wel een belangrijk verschil. De hele omgeving is ingericht om te leren en een diploma te behalen. In het beroepsonderwijs zijn twee dimensies van belang. De ene dimensie beweegt tussen twee uiterste vormen van leren, acquisitie en participatie. Acquisitie, ofwel verwerven, gaat over weten en snappen. Het gaat over aanleren van theorie, het verwerven van expliciete kennis. Aan de andere kant van deze dimensie staat participatie, ofwel deelnemen. Leren gaat hierbij over het deelnemen aan een community of practice, de toekomstige beroepsgroep. Een professional maakt deel uit van een beroepsgroep wanneer die volwaardig kan participeren in de praktijk en alle kennis, vaardigheden en attitudes in de vingers heeft. De tweede dimensie beweegt tussen twee uiterste contexten waarin kan worden geleerd. Geconstrueerde of realistische omstandigheden. In geconstrueerde omstandigheden is het echte beroepsproces afwezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om leren in trainingsruimtes, oefensituaties of simulaties. Leren gaat hier stapsgewijs, onder begeleiding en met sterkere sturing. Het andere uiterste is de realistische context. Hierin gaat het om leren tijdens het echte beroepsproces. Leren terwijl er echt wordt gewerkt. Het combineren van de twee dimensies levert vier kwadranten op. In het kwadrant rechtsonder, realistische participatie, vinden we het echte werkproces terug. Hier wordt met name geleerd door te doen. In het kwadrant rechtsboven, realistische acquisitie, staat het verwerven van praktijkkennis centraal. In hybride leeromgevingen creëren we bewust situaties waarin het werkproces kan worden stilgezet om gezamenlijk en systematisch een probleem op te lossen. Het gaat hierbij om kritisch reflecteren op praktijksituaties en het expliciet maken van kennis die wordt ontwikkeld tijdens het werken. Het kwadrant linksboven, geconstrueerde acquisitie, gaat over het verwerven van kennis en vaardigheden op een manier zoals nu vaak gebruikelijk is in het onderwijs, losstaand van de beroepscontext. We maken gebruik van vormen van acquisitie die het verweven met andere kwadranten makkelijker maken. Bijvoorbeeld door kennisintermezzo's die kunnen worden ingelast tijdens het werkproces. Het kwadrant linksonder, geconstrueerde participatie, richt zich op oefensituaties, gestructureerde opdrachten of simulaties. Er worden bijvoorbeeld levensechte taken gebruikt om complexe werkprocessen stap voor stap uit te diepen, waarbij rustig de tijd kan worden genomen of langdurige werkprocessen juist worden ingedikt. Om leerprocessen van studenten optimaal te ondersteunen, is het nodig om de kwadranten met elkaar te vervlechten. Een optimale hybride leeromgeving wordt door studenten ervaren als een samenhangend weefsel van de verschillende vormen uit de vier kwadranten. Een hybride leeromgeving is adaptief en biedt maatwerk voor iedere student.